zijn huis in. Ons eigen stempel. Ja, sorry, dankjewel. Dus als je nog wilt inkopen bij Fast Moving Targets voor reclame, ze hadden het eventjes over. De ster gaat dat voor ons verzorgen binnenkort. Dus je weet de weg. Bel Hilversum. Zlatan, jij bent van Currently. Klopt. Wat is Currently en wat doet Currently? Currently is de beste manier om te volgen wat de huidige discussies, memes, virals op Twitter zijn op dit moment. Dus en wat maakt jullie de beste? Wat maakt ons het beste? Een combinatie. Techniek zit op de achtergrond, is heel lastig. We hebben echt bijna een jaar eraan ontwikkeld. Maar de interface en hoe we het presenteren en de app maakt het helemaal af. Dat we eigenlijk de ervaring die heel veel mensen missen als ze voor het eerst bij Twitter komen, dat heb je helemaal bij ons. Dus de drempel is minimaal. Maar ik snap het niet helemaal, want in elke Twitter-app en elke Twitter-site heb je gewoon de trending topics waar je eigenlijk kunt zien wat de talk of the town is op dit moment. Klopt, klopt. Nu zeg jij, ja, dat is wat wij gaan doen. Bij ons kun je zien wat talk of the town is op Twitter. Nou, als eerste, de onderwerpen zelf zijn nog steeds niet al te goed. Twitter heeft voor het in Nederland is elke dag verjaardag trending, omdat er altijd mensen jarig zijn en ze hebben nog steeds niet door dat niet echt een interessant topic is. Dus eigenlijk hoe je woorden verwerkt en wat ze betekenen is best wel lastig. Dus dat is één ding. En ten tweede, op het moment dat er heel veel wordt gesproken, dus bijvoorbeeld met het schaatsen, met in ieder geval de 500 meter, dan zie je dat er zoveel tweets voorbij komen. Dus letterlijk misschien wel 10.000 in een half uur, of wel meer. Dus hoe kies je eigenlijk in real time, want dat is wat je wilt, de interessantste en de tweets die relevant zijn. Dus de tweets van de coaches, van de medeschaatsers, commentatoren of mensen die iets hebben gezegd wat een impact heeft gemaakt. Maar dat snap ik nog niet helemaal, want je zegt dat jullie aangeven wat de belangrijkste onderwerpen op Twitter zijn. Dat is natuurlijk kwantitatief, want hoe meer er getwitterd wordt, hoe belangrijker het is. Laten we daar maar voor het gemak even van uitgaan. Ja. Maar ik begrijp nu uit wat je zegt, dat jullie daarbinnen dan weer een selectie maken van tweets je laat zien. Ja, dus het gaat niet zozeer om de onderwerpen als de discussies. We laten je de discussie zien en de berichten achter die onderwerpen. Oké, ik vraag het ook even, want ik probeer het te visualiseren. Want jij bent dan weer iemand die heeft toegang gekregen tot de beta. Ja, jij staat op Wikipedia. Natuurlijk niet. Ik sta op Wikipedia en jij niet. Er zijn 60 mensen, geloof ik maar, die het tot nu toe hebben kunnen bekijken. Ja. Als je dat laat zien, geeft het wel een ideetje. Ja, misschien moeten we even laten zien. Ja. Dit is jullie landingspagina voor Martien. Dus misschien kunnen we er even bij pakken. Je ziet hem nog je niet. Je ziet hem niet. Dan staat dat ding weer niet aan. Test de presenter even aan. Oké. Okay. Ja, dat komt vanzelf goed. Dit is jullie landingspagina op internet. Daar zie je wel een screenshot waarbij je eigenlijk ziet dat de idols op dat moment een belangrijk onderwerp is waar in het Duits over gesproken wordt. Of in het Engels, ik weet niet meer. Engels. Maar je selecteert dan ook een aantal tweets die op dat moment relevant zijn voor dat onderwerp. Ja, relevanter inderdaad. Dan de andere. Ja. Ja. Zo werkt het? Ja, zo werkt het. Oké. Okay. Jij hebt hem een paar dagen nu gebruikt. Wat vind je ervan? Ja, nee, ik vind het. Ik gebruik hem dagelijks. Want ik vind het een hele leuke en een eenvoudige manier om even te checken wat is er aan de hand. En het is niet hetzelfde als de voorpagina van een krant kijken. Want de onderwerpen zijn anders en zijn breder, et cetera. Maar het helpt je wel heel erg om actuele informatie langs te zien komen en wat mensen daarover zeggen. Nee, ik vind het. Zie je dat dan niet in je eigen tijdlijn? Nee, niet op dezelfde manier. Nee, absoluut niet. Daar moet je meer. Kijk, wat dit eigenlijk doet voor mij is, als ik even niet online ben geweest, samenvatten wat er zeg maar in die periode daarvoor is gebeurd. Zo zie ik het meer. Hè? Ja. Dus in mijn eigen tijdlijn zie ik natuurlijk wat de mensen die ik volg te melden hebben. En hier zie ik in dit geval wat een bredere, grotere groep doet. Dus natuurlijk komt er dan schaatsen langs. Maar dat vind ik ook leuk, want daar heb ik ook naar gekeken. En vind ik het ook leuk om een quote van een coach of een speler of een felicitatie van een voetballer aan een schaatser, ik noem maar wat, te zien. Dus dat doen jullie, is mijn eerste indruk, heel erg goed. Daar ook weer een selectie binnen maken. Maar hoe doen jullie dat dan? Ja, dat is. Dan moet je een beetje iets van de historie afweten. Nou, je weet het zelf. Het oorsprong zit eigenlijk bij PeerReach. Het bedrijf wat ik met mijn compagnon Nico, @club, zoals velen hem op Twitter kennen. Ja.
is hier ook geweest. Dus als je dat wilt terugzien, duik even naar onze archieven. Kijk even, zoek naar PeerReach. Ja. Dat zijn wij 2 jaar geleden begonnen. Eigenlijk met als doel om de Twitter-data inzichtelijker te maken. En daar ook verder op te bouwen, nieuwe applicaties op te bouwen. Dus we hebben daar op dit moment hebben we iets van 150 miljoen Twitter-accounts geïndexeerd en geanalyseerd met inderdaad wat zijn dat voor personen, waar praten ze over, wat zijn hun interesses, waar hebben ze, over welke onderwerpen hebben ze invloed, waar praten ze over. En die informatie nemen we allemaal mee om heel snel te kunnen beoordelen of een bepaald onderwerp relevant, of ja, een bepaald bericht relevant is voor dat onderwerp. Dus inderdaad, als het over schaatsen gaat, weten we inderdaad wie de sporters zijn, wie de sportverslaggevers zijn. En zo kunnen we heel snel, voordat überhaupt een tweet wordt geretweet of reacties opkomen, kunnen we al redelijk voorspellen van dat. Ja, dus nog even kijken. Want bij PeerReach maken jullie ook een soort van vorm van rangenlijsten rondom thema's. Hè? Dus je hebt bijvoorbeeld sport of je hebt voetbal. En iemand is volgens jullie invloedrijker dan een ander. Dus die heeft, ik noem maar wat, nummer 1 daar. En als jullie dan nu zien, er is een onderwerp waar mensen over praten en het gaat over voetbal. Dan zal dus een tweet van die persoon over voetbal, die hoog rankt in die lijst zeg maar, van PeerReach, zal eerder naar boven komen dan een ander? Niet helemaal. Dus het weegt heel veel mee, maar we nemen veel meer mee. Dus op het moment dat er een bepaald evenement is en iemand is ter plekke, dan zal zijn tweet ook worden opgenomen. Dus stel je bent in Sochi aanwezig en je maakt toevallig een foto van inderdaad een slapende koning. En je bent inderdaad niet ergens belangrijk op die lijsten, maar dat zal wel snel opgepikt worden bij iemand die boven je staat. Maar dan komt jouw originele tweet daar naar boven. Dus hoeveel handwerk zit erin? Want er zit in ieder geval een klein beetje handwerk in. Want ik zie sommige van de onderkopper zeg maar, bij de onderwerpen, die heeft iemand bedacht. Nou, we hebben een klein beetje moderatie. Dus in principe gebeurt alles automatisch. Dus de tweetselectie, de foto's, alles gaat automatisch. En we hebben een slag daarna om inderdaad als dingen misgaan, kunnen we met de hand het nog beter maken. Dus het is voornamelijk moderatie in plaats van echt redactiewerk. Ja, maar toch vind ik dat intrigerend. We hebben die discussies ook met je collega hier gehad. Maar ik vind het toch intrigerend. Jullie zijn de mannen van de algoritmes. Maar hoe weet jij nou geautomatiseerd dat Gerard van Velde de coach is van Mulder, de jongen die goud heeft gewonnen op de 500 meter? Zo'n verband staat niet in zijn profiel. Nee. Hij twittert het niet. Oké. Hoe weet je dat? Nou, het directe verband staat niet in ons systeem, inderdaad, dat de coach van is. Maar de metadata daaromheen zegt heel veel. Dus je ziet dat heel veel connecties tussen die twee gelijk zullen zijn. En dat op heel veel momenten ze inderdaad met elkaar in gesprek zijn. Dus er zijn heel veel datapunten die ze aan elkaar linken. En dat komt eigenlijk tot stand op zo'n moment. En je ziet dat ook, wat mij bijvoorbeeld opvalt, is dat op het moment dat nieuws gebroken wordt, dat je dan een aantal correspondenten van eigenlijk degene die dat nieuws heeft gebracht, of dat nou RTL is of de NOS, zie je die correspondenten ook terugkomen als degene die iets over dat nieuws hebben gezegd. Dus bijvoorbeeld laatst kwam er in het nieuws dat inderdaad ging het over KPN en dat lag volgens mij RTL. En toen zag ik inderdaad een aantal RTL-Z-verslaggevers en Hella er iets over Twitter. En de andere keer was het inderdaad een NOS-verslaggever, dus... Maar dit is eigenlijk wat jij ziet als je het zelf ziet langskomen. Hè? Dus dan denk je, hey, ons systeem klopt. Ja, hè? Maar goed, hoe heb je dat in het systeem gestopt? Ja, en hoeveel variabelen zitten er in die algoritmes inmiddels? Want een hoop. Je vertelt het hoop. Allemaal zo achter. Ja. Nee, maar wie bedenkt dat bij jullie? Hoe gaat dat? Zit je dan op één event net zo lang te tweaken tot je denkt van... Hey, nee. En kijk je dan of het... Het gaat veel globaal. We zijn voornamelijk Nico en Lawrence. Dat zijn eigenlijk ons... We noemen ze, of ja, Lawrence is een data scientist bij ons. En Nico, die zijn samen eigenlijk aan het kijken van... heel globaal, hoe kunnen we bepaalde connecties vinden? Inderdaad, voor het vinden van foto's. Dus je probeert een soort een algemene regel te verzinnen. Van ja, hoe kan je... Alle evenementen, of het nou een sportevenement is of een film die mensen kijken, een tv-uitzending of nou laatst dat er het nieuws over een giraf die... Is er gesneden aan de deur gevoerd? Ja, inderdaad. Ja. Nou, dat was bijvoorbeeld een nieuwsonderwerp. Even om terug te komen wat jij zei, van je ziet niet alles wat je op de voorpagina ziet. Ze hebben echt een hele mooie selectie van wat mensen nou boeit. Dus misschien staat er wel heel belangrijk nieuws over afluisterpraktijken of
iets dergelijks. Maar ja, schijnbaar vonden mensen het interessant om over die giraf te praten, omdat dat raakte ze. Maar we proberen dat wel allemaal in één regel te stoppen. Dus het is niet dat wij voor elk type evenement van tevoren hebben die regels hebben bedacht. En zit er, en, dus je zoekt naar de overeenkomsten inderdaad om die regel te kunnen toepassen. Maar kun je nu ook al zeggen waar de verschillen zitten? Zeg maar in type evenementen of in type onderwerpen die gaan leven bij bepaalde doelgroepen. Hè? Misschien verspreid nieuws of verspreid berichten zich anders bij 16-jarigen dan bij 60-jarigen? Of... Ja, dat gebeurt. Dat zien we. En wij sturen daar ook een beetje in. Dus we kunnen bijvoorbeeld ook niet naar alle tweets luisteren. Want wij proberen zowel de VS als de UK als Nederland mee te nemen. Maar dan zullen we echt letterlijk met echt tientallen tot misschien wel 100 miljoen tweets per dag rekening moeten houden. En dus daar moeten we ook snel een selectie in maken. Om inderdaad de relevantste berichten daarna te luisteren en te verwerken. Ja. Hey, eventjes binnen jullie bedrijf. Je zei net, we hebben de data scientist en we hebben Nico. En die zitten samen wat te brouwen op de beste formule, zeg maar. Wat doe jij? Ik ben meer bezig met het presenteren daarvan. Dus ik ben bezig geweest met de app. Ziet er inderdaad heel mooi uit. Ja. Dankjewel. Werkt heel prettig. Maar we zijn ook bezig, we hebben een webversie. Want we gaan lanceren op een iPhone, dus alleen met een iOS-versie. Maar we willen niet iedereen meteen buiten sluiten. Dus we komen met een mobiele website en een gewone website, dat mensen het toch kunnen volgen. Dus daar ben ik onder andere mee bezig. En ook inderdaad zorgen dat straks de lancering in goede orde gaat. Dus. Nee, vraag is natuurlijk een belangrijke vraag altijd bij een nieuw initiatief. Is in Amerika altijd al helemaal, maar dat heb ik van Amerika geleerd. Van wat is het businessmodel? Hoe gaan jullie hier geld mee verdienen? We hebben op dit moment al... ons businessmodel is B2B. Dus we hebben technologie. En dat wordt voornamelijk vanuit PeerReach gedaan. Waarbij we inderdaad de data en de technologie die we hebben... die wordt afgenomen door allerlei partners van ons. En dat kunnen mensen zijn die in de media monitoring zitten. Tot PR-bedrijven, tot inderdaad reclamebureaus of media buyers. Dus er zit... En voor currently specifiek? Dus met currently zijn we aan het kijken. Voornamelijk is er vraag al direct vanuit kranten. Dus kranten zijn altijd op zoek naar content. En het liefst content waar ze... Waar de redacteuren niet uren tijd in hoeven te stoppen. Maar het is eigenlijk meer redactietooling waar je het over hebt. Inderdaad. Dat je kunt volgen wat er echt een belangrijke onderwerp in... Ja, maar ook zelfs automatisch. Dus dat je inderdaad op het moment dat jij een artikel publiceert als krant zijnde over inderdaad de winst tijdens een Olympische wedstrijd of een voetbalwedstrijd of wat voor nieuws dan ook, dat je automatisch relevante berichten zonder redactiewerk naar boven ziet komen. Dus, ja. En wat ik ook wel intrigerend vind, dit is eigenlijk een spin-off of een spin-out, hoe je het ook wil noemen, van PeerReach. Want dat is. Wij zien het wel heel erg als één geheel. Natuurlijk voor de. Currently wordt een heel erg consumentenmerk. Dus de gemiddelde Nederlander die komt niet zomaar op PeerReach. Je moet wel echt geïnteresseerd zijn in Twitter en de data en de businesskant erachter. Ja. En bij Currently willen we dat juist breder doen. Dus dat... Ja, maar een andere doelgroep, andere app, ander businessmodel. Het businessmodel is dus meer verweven. Nu zullen veel investeerders vertellen ons altijd als wij die spreken van als we investeren in een start-up, dan is het focus. Dus dat jullie tijd hebben om daarnaast wat anders te doen, daar leid ik uit af dat PeerReach, daar knalt het geld uit. We zijn er al best wel lang mee bezig. Dus maar currently staat al heel lang op de planning en we zijn eigenlijk vorig jaar al met de ontwikkeling begonnen. Dus we zijn rond april begonnen met de ontwikkeling ervan. Dus het is echt een lang traject waar inderdaad ook de investeerders altijd achter stonden. Oké, dus vanaf het begin hebben jullie dat meegenomen? Ja, dus ons doel was altijd... Kijk, we zijn begonnen met het indexeren van mensen. Ja, omdat omdat PeerReach nog niet is waar het volgens jullie zou moeten zijn. Ja, kijk, het is ook, we zijn gelanceerd heel erg als een soort van tegenhanger van cloud. Ja. Dat was 2,5 jaar geleden eigenlijk de pitch en waar we voor gingen. Maar je ziet bijvoorbeeld, cloud heeft toevallig van de week een... hele rebranding en een nieuwe positionering gekregen.
Dat het inderdaad het puur en alleen influence meten en daar een hele website omheen bouwen. Dat inderdaad niet een sustainable business model is. Dus dat je daarin moet schuiven. En dat hebben wij ook gedaan en dat heeft Cloud ook gedaan. Dus. Ja, dus jullie zoeken eigenlijk, als ik het dan goed interpreteer, is Peerreads eigenlijk een goede engine. Ja. Om daar bovenop dingen te gaan bedenken waar je geld mee kunt verdienen. Ja. Interpreteer ik dat goed? Ja, dus je kan daar heel veel mee, maar we willen ons wel beperken. Want dat is ook een van de dingen. Je kan heel veel dingen ermee doen. En dat is ook de reden waarom we nu een API hebben. Die heel standaard is. Dus daar kan je heel veel mee. En die kunnen mensen afnemen. En wij zijn daar nu een aantal producten zelf op aan het bouwen. Dus heel gefocust. Ja, en ga je daar met op je API met een business model werken? Met een pay-per-use model? Dus per hoeveel calls je doet of je betaal je inderdaad. Dat is nog heel experimenteel, hè? Want meestal met een API betaal je een vast bedrag of dat is gestaffeld. Ja, het is gestaffeld. Dus je betaalt inderdaad voor een x-aantal calls betaal je een x-bedrag en dan neem je inderdaad een jaarcontract of een meerjarencontract. Dus dat is inderdaad het ene, maar we kunnen daar. Want we zien dat we nog veel meer waarde kunnen toevoegen, omdat wij de data misschien wel het best begrijpen, dat wij daar nog betere tools op kunnen bouwen. Zijn gewoon data nerds. Uiteindelijk wel, ja. Vraag van Schitzo is geen kaas. Zijn er ook overheidsdiensten als bijvoorbeeld de politie geïnteresseerd in de technologie / algoritme van Currently? We hebben het op ons lijstje staan. Dus dat is inderdaad een interessante, even markt tussen aanhalingstekens. Maar ik weet ook dat de politie daar druk zelf mee bezig is. Er zijn allerlei initiatieven vanuit de overheid om dat al te doen. En volgens mij houden ze al veel in de gaten. Dus ik ben benieuwd of ze inderdaad wat van ons kunnen leren, als het ware. Hey, je leest de artikelen dat Twitter aan het afvlakken is, dus een aantal mensen minder toeneemt, dat de mensen die er zijn minder berichten plaatsen. Wat merken jullie daarvan? Nou, die cijfers zijn altijd lastig te interpreteren. Dus vooral pers die wil heel snel een negatief beeld schetsen, want dat doet het altijd beter. Als je zegt, Twitter doet het niet zo goed of Twitter, het gaat achteruit met. Iedereen loopt weg van Facebook. Inderdaad, dat soort jeugd, koppen. Alle jeugd loopt weg van Facebook. Inderdaad. Jeugd verlaat Facebook. Ja, inderdaad, dat soort. Het klopt dat het groeit niet meer zo hard. Dus als je de grafiek kijkt inderdaad, van het aantal nieuwe gebruikers, groeit nog steeds, maar het groeit niet zo hard als in het begin. Dat is redelijk normaal. Maar je ziet wel dat er meer mensen gaan tweeten. Dus als ik me niet vergis, waren er wel meer mensen die maandelijks een bericht plaatsten. Maar was het aantal mensen dat elke dag, dus het algemene volume, was weer gedaald. Dus dat kan heel veel betekenen. Maar er zijn cijfers die wij niet weten. Bijvoorbeeld hoe vaak kijken mensen naar Twitter. Dat is voor Twitter heel belangrijk voor hun advertentie. En hun eigen verdienmodel. Dus hoe vaak loggen mensen in op Twitter. Misschien plaatsen die mensen nooit een tweet, maar verdienen Twitter er wel. Maar ik vind het toch interessant wat je zegt. Want wat er dus vorige week gebeurde, Twitter publiceerde cijfers. Wat leidde ook tot een collapse, het instorten van de koers met een kwart. Eigenlijk was dat voor jullie niks nieuws. Nee. Maar dan zie ik wel een businessmodel. Ja en nu nee. Nu Twitter op de beurs zit. Kijk, het beurs blijft speculeren. De eerste, het was ook letterlijk binnen. Ik heb het toevallig gevolgd dat het binnen inderdaad, volgens mij 3-4 minuten nadat het online stond, zakt het meteen in. Maar je ziet het meteen weer opkrabbelen. Ja. En je zal zien dat weer. Want de cijfers waren wel oké. De omzet was hoger. De verwachtingen waren nog hoger. Ja, inderdaad. Sommige mensen nemen ook de investeringen niet mee. Dus ze hebben bijvoorbeeld een aantal bedrijven gekocht. Ook inderdaad om een advertentienetwerk te vergroten en te verbeteren. En dat heb je gezien met Facebook, waar iedereen bijzonder pessimistisch was de eerste paar weken. Maar dat heeft een gigantische groei. Een kwart omhoog geknald naar de cijfers. Maar ook inderdaad met advertentieuitgaven. Dus, ja. Maar waarom ik het ook vraag, is jullie bouwen je dienst op Twitter. Dus het is voor jullie wel belangrijk dat we dat met z'n allen actief blijven gebruiken. Ja, zeker. En dat is ook een van de dingen die we willen bereiken met Currently zelf. Is dat ook een grotere groep geïntroduceerd wordt
aan Twitter en dat ze ook actiever inderdaad Twitter gaan volgen. En voornamelijk via ons, hè, maar dat ze uiteindelijk ook de stap gaan maken om wellicht zelf inderdaad te gaan posten en dingen te gaan tweeten. Hoe frustreert het voor jullie? Nico Schoonewoord, jouw collega, @club, voor wie twittert, voegt er nog aan toe. Maandelijkse actieve users omhoog, dagelijkse actieve users omlaag. Om even te nuanceren binnen dat verhaal. Klopt dat? Ja. Oké, dat is wel interessant. Hoe frustreert het voor jullie dat je niet hetzelfde met Twitter kan, niet met Facebook hetzelfde kan doen als wat je met Twitter kan doen? Valt wel mee. We kijken wel degelijk op de achtergrond wat er op Facebook gebeurt en wat daar te zien is. Maar je ziet dat datgene wat ons eigenlijk het meest interesseert, is de algemene discussie, dat eigenlijk niet echt op Facebook plaatsvindt. Op Facebook is een iets ander medium. Twitter is heel erg mensen echt few to many publishen. Dus je praat met heel veel mensen waarvan je de meeste niet kent. En op Facebook deel je iets lokaals. Dan deel je inderdaad dat er iets in je vriendenkring gebeurd is, of dat er iets met je familie deel je. Maar je deelt niet veel meningen die je wilt dat de hele wereld ziet. Want het is een gesloten netwerk. En dat is dus ook veel minder interessante informatie om aan een hele brede groep mensen te tonen. Dus In de huidige app kun je volgen wat speelt in Nederland, in Engeland en in Amerika. Wordt jullie app zeg maar een soort een wereldkaart? Kan ik straks dat is wel, alle landen zeg maar even in tappen op alle landen? En ik denk niet dat alle landen gaat lukken. Ik bedoel, we moeten wel rekening houden dat onze brondata blijft Twitter. Dus een land waar niet veel getwitterd wordt zal lastig worden. Ja. Maar we willen wel de grotere Twitterlanden buiten deze drie snel gaan toevoegen. Wat wel lastig is, even terug naar die algoritmes. Je zei net, weet je wel, dat je woorden echt moet gaan interpreteren om een goed algoritme te schrijven. Dus je kunt niet alleen maar op hashtags kijken, maar het gaat ook heel erg om de woorden die gebruikt worden. En dat is ook een van de redenen. Dat is natuurlijk eigenlijk niet heel schaalbaar. In de zin van, als je het in Spaans wil gaan doen, moet je eigenlijk opnieuw beginnen. Gelukkig hebben wij Nico die... Nico heeft Spaanse relaties in dit geval. Maar we hebben in dit Portugees. Geval... Nee, we hebben inderdaad Nico... We hebben naar twee mannen in dienst die inderdaad Spaanstalig zijn. En inderdaad, Nico zelf spreekt een aardig woordje Spaans. Dus dat zal voor ons inderdaad niet een heel groot probleem zijn. En gelukkig zijn er twee hele grote Spaanstalige Twitterlanden, Mexico en Colombia, waar we inderdaad flink kunnen groeien. Oké. Maar inderdaad... Het is al op het moment dat wij Japans gaan proberen te doen, dan heb je nog veel meer problemen. Dan heb je inderdaad een taalprobleem, je hebt een cultuurprobleem. Dus dat zal veel lastiger zijn, maar het is zeker goed te doen. Buiten de taalaspecten, zijn eigenlijk de relatienetwerken die wij op de achtergrond kijken ook heel belangrijk. En daar zijn we ook heel sterk in. Dus ik verwacht dat als we dat algoritme zouden toepassen op inderdaad de Japanse Twitter-gemeenschap, dat daar in eerste instantie ook al redelijke resultaten uitkomen. Ja, want eigenlijk de regels die jullie geformuleerd hebben, die gaan eigenlijk niet over de woorden. Ja. Ja. Hey, als je nou een nachtmerrie hebt, word je dan wel eens gillend wakker en denkt van, oh, dat Twitter die knop omdraait en... Jullie niet ik heb daar niet. Ze zijn daar tot nu toe heel netjes in geweest. En ze zijn ook heel. Ze zijn ook deels afhankelijk van het ecosysteem. Dus ze hebben wel op een gegeven moment. Ja, dat zag iedereen al aankomen. We hebben het allemaal gezien, hè? Dus de een na de andere app werd gekild. Ja, alleen ze hebben dat heel goed vooraf. Wist iedereen natuurlijk dat op het moment dat Apple met het verdienmodel gaat komen, dat gaat in advertentieruimte zitten. Dus op alle Twitter-clients. Hebben ze op dat moment gekild, maar ze hebben de drempel zo laag gezet dat het eigenlijk bijna niet een sustainable business is om een Twitter-client te ontwikkelen. Ja. Maar daar tegenover hebben ze de data die wij afnemen juist verhoogd. Dus de analytics en de analyse... Ja, maar ik zeg het alleen maar, het blijft natuurlijk wel een onzekere factor. Het blijft onzeker. Ze zijn jullie geen verantwoordingsschuldig. Je hebt geen contract met ze. Klopt. Je weet niet dat je de komende 5 jaar over deze data kunt beschikken. Ze kunnen van de een op de andere dag zeggen, sorry... Ik moet dat ook even nuanceren, want op het moment dat zou gebeuren, hebben ze wel contacten met inderdaad Topsy, Knip en DataSift. Dus op het moment dat wij inderdaad de gratis variant
niet lukt, hebben ze wel die contracten. En dat zijn inderdaad volgens mij 5 en 10 jaar contracten met die data providers. Dus dan kunnen nog steeds aan onze data komen. Alleen zullen we daar dan een x-bedrag per maand extra aan kosten kwijt zijn. Dus het is zeker niet een risico dat het helemaal afgesloten wordt. Dus we kunnen hoe dan ook bij die data. Ja, dat lijkt me toch wel een lastig dat je zo afhankelijk bent van... Ja, Topsy is net door Apple gekocht. Dus of Apple gaat of Apple die dienst zeg maar overeind houdt, is nog maar de vraag. Data Shift is natuurlijk wel, dat is wel hun core business, is dit natuurlijk. Ja. Van. Ja, die verkoopt data. En Knip hetzelfde. En volgens mij Topsy mag niet zomaar. Volgens mij hebben die ook een van de voorwaarden toen ze dat contract kregen, dat ze het ook moeten continueren. Dus Oké, maar vooralsnog, wanneer kunnen de mensen, want we hebben het er nu over verteld, wanneer kunnen de mensen die nu kijken en laten kijken... Ik zou graag daar een uitspraak over willen doen, maar ik heb het helaas niet in eigen handen, aangezien de app nog bij Apple ligt. En, jullie zouden deze week lanceren, toch? Apple was het daar niet mee eens. Oh. We hebben nog één klein dingetje wat moeten aanpassen. Oké, dus het hangt nu op de goedkeuring van Apple. Ja, wat de datum wordt inderdaad. Dus dat is een kwestie van dagen. Dagen. Ja. Oké, en als mensen daarvan op de hoogte gesteld willen worden, hoe doen ze dat? Dat kunnen ze op current.ly doen, door een e-mailadres achter te laten. En dan krijgen ze de minuut dat we live gaan een e-mailtje binnen. Heb je al aangemeld? Ja, zeker. Maar ik word niet toegelaten. Nee, jij weet wel. Het verschil moet er zijn. Nee, we hebben ervoor gekozen om... We hebben ervoor gekozen. Ja. Nou, we hebben het algoritme het werk laten doen. Dus we hebben de invloedrijkste twitteraars. Ja, maar daar ben ik het ook niet mee eens met het algoritme. Wat een gelul, man. Ja, blame the algoritme. Jij bent marketeer. Ja, ook. Ja, ook. Nee, dat is echt hoogst bereikbaar in het leven. En dat ik dat ooit nog mocht worden, dat vind ik wel een mooi ding. Nou ja, maar ik ben gelukkig wel gezakt in de lijst van de marketeers. Daar ben ik wel blij mee. Maar dit is wel een gevoelig puntje hoor, hier. We hebben iedere week wel dat soort gevoelige puntjes hier. Ja. Zit je nog steeds niet bij Blendl? Bij de, ook, bij ook, word ik ook niet toegelaten. Nee, maar jij hebt geen Wikipedia. Nee. Oké, dank jullie wel voor het kijken. Hey, jij bedankt. Ik vind het een mooie dienst. Dus allemaal, laat je e-mailadres achter. En absoluut de moeite waard. Ik kijk er iedere dag een aantal keren op. En dat doe ik al een week lang. Dus dat vind ik al een... Dat is wel heel wat. Vind ik wel, ja. Ja. In de onrustige wereld van nieuwe apps installeren, et cetera. Goed, je weet het. We hebben al onze topnames online staan. Fastmovingtargets.nl of via ons YouTube kanaal. En we zijn er iedere dinsdag. Zoals volgende week gaan we het met Snapcar hebben over hun dienst. En zij zijn een crowdfunding actie gestart. Omdat ze een ton op willen halen. Want ze willen Europees. Dus dat gaan we volgende week bespreken. Dank jullie wel voor het kijken. Dag.